Ja. Geld moet rollen. Economie moet draaien. Dat vind jij, ja. Vind ik. Ik heb een lening. Ik heb ook een lening. Studentenlening. Ja. Ik heb vanuit mijn studentenrekening had ik een studentenkrediet. En in die tijd was een gunstige tijd dat je dan 2000 euro rood kon staan en dat kon je dan verhogen. Dat is bijna niet meer te vergelijken met studenten van nu die heel veel moeten lenen, daardoor stress hebben, overspannen raken en dat soort dingen. Dat hadden wij niet. Ja, dan hadden wij geen nieuwe auto kunnen kopen in die tijd, zeg maar. En dan hadden we verder moeten zoeken naar een tweedehands wachie. Ik heb ervoor gekozen om te lenen omdat ik denk dat dit een van de betere leningen is die je kan krijgen. De rente is natuurlijk niet zo heel hoog. Bij de bank hebben we wel een lening gedaan, ook om te verhuizen. De kosten te kunnen dekken bijvoorbeeld. We kwamen toen vanuit de situatie dat het voor ons financieel niet heel ruim was, maar we konden wel deze stap maken. Wij hebben best wel een moeilijke periode gehad financieel gezien. Gelukkig hebben dan de ouders van Elianne wel de mogelijkheid gehad om daarin iets te betekenen voor ons. Ik heb. Ik ben het roekeloosst. Meester. Opnieuw. Ja, opnieuw. Ik ben het meest roekeloos met geld. Ja. Geld moet rollen. Economie moet draaien. Dat vind jij, ja? Vind ik. Ja. Jij was iets te roekeloos en ik was heel voorzichtig, maar ik durfde eigenlijk nooit echt mezelf daarin ook iets van luxe te gunnen. Ja, ik. Maar impulsief, omdat ik in het hier en nu denk. Maar wat ik daarvan heb geleerd is dat ik juist daarom ook geld wil verdienen en juist ook het wel heel belangrijk vind dat ik mijn geld heb. Maar ik denk dat het wel belangrijk is als je geld hebt om het gewoon uit te geven aan de dingen die je nodig hebt. Je kan het wel sparen voor een ander moment, maar je weet nooit of dat moment nog komt. Cadeautjes voor anderen kan ik ook roekeloos in zijn. Dus het is, als ik iets zie en ik vind het leuk voor iemand, ja, dan koop ik dat. En wat heb je nou weer gekocht? Ja, dat vond ik leuk. Maar ja, dat in die zin roekeloos is. Ik zou een lening afsluiten voor mijn hypotheek. Een hypotheek is lening. Nou, dan denken we daar goed hetzelfde over. Ja, maar ik zou geen geld lenen om een droom te kunnen. Nee, je moet gewoon geen geld uitgeven wat je niet hebt. Zeg maar, onze cruisewens best wel een uitgave is. Dat hakt er ook best wel in. Daar moet je ook echt wel voor sparen. Maar, zou er nooit geld voor lenen? Nee. Ja, wij zijn in Noorwegen op vakantie geweest. Ja. En daar zou ik wel iets willen hebben. Vakantiewoning of helemaal mooi, gewoon echt een woning. Maar een vakantiewoning, dat zou ik daar wel willen hebben, ja. Ja, andersom gebeurt het ook wel eens dat ik vakanties aan het kijken ben. Ik weet ze zeggen van, nou, misschien moeten we dat nog maar eventjes laten wachten, weet je wel. Dus. Als je dan een keer samen een uitje boekt of wat dan ook. Of, maar dan gaat het dus echt om hele kleine dingen. Ja. Maar echt geld uitlenen, zo van, ik heb 200 euro nodig, dat zou ik niet doen. Nee. Als je het geeft, krijg je het ooit alweer terug en het hoeft niet financieel te zijn. Ja, maar ik vind het wel altijd gevaarlijk, want je zit altijd in een soort van... Het ligt er ook aan van wie, hè? Dat moet ik wel zeggen, natuurlijk. Dat doen we ook niet bij iedereen, maar... Als je elkaar kan helpen, dan is het natuurlijk alleen maar mooi als het kan.